Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 59 in Canada. Heb jij de vorige aflevering in Azerbeidzjan gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht door het i'tje, klik daarop zodat die aflevering natuurlijk verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie in het nat verloopt hier in Canada. De kwalificatie dus. We gaan ervoor. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Alexander Albon laat de snelste tijd noteren op de intermediate. Wij zitten dus ook op die intermediate vanwege de regen die er is. En dat moeten we dus zien te overleven. Grosjean rijdt voor ons. Rijdt op P2. En we laten hem... hij laat ons hier mooi voorbij. Max Verstappen met een 1.19.4 volgens mij de snelste tijd. Russell met een 1.18.6. En wij komen tot een 1.19.2. Een halve seconde langzamer dan George Russell. Ja, een halve seconde langzamer. Dat is niet goed. Maar gelukkig is die regen weg. En kunnen wij profiteren van het droge... van de droge baan. Want eenmaal op droog zijn we hartstikke snel. Ocon rijdt voor ons. En daarvoor rijdt Lewis Hamilton. Die komt dan de pits uitrijden. We hebben een klein momentje overstuur. En Hamilton doet dit heel vies. Heel een vies spelletje van Lewis Hamilton. Laat daar Ocon gewoon voorbij, maar onszelf dus niet. Wij komen tot een 1.7.9. Snelste tijd in Q2 op die mediumbanden. En daar hebben we dan Ocon, die we voorbij laten gaan. En daar rijdt Lewis Hamilton. En Lewis, wat doe je? Wat doet Lewis Hamilton daar in één keer uit het niets? Rijdt gewoon tegen ons aan en wij verliezen een voorvleugel. Maar dat brengt ons gewoon door naar Q3. Russell naar P4. Gat is 16e, maar hij rijdt ook op die mediumband. Latifi komt te kort. En Callum Hilett pakt Alexander Albon in Q2. Dat is goed voor het zelfvertrouwen van de Brit. We zijn nu dus aanbeland bij Q3. En gaan kijken wat het gaat worden. Ze hoorden er wel een klein beetje door. Missen daar een klein beetje de apex. Dat heeft ons wat tijd gekost. Maar we gaan kijken wat deze ronde ons gaat brengen. Als deze goed genoeg is, dan scheiden we ermee uit. Als deze niet goed genoeg is, dan moeten we nog een keer ervoor gaan zitten. En Verstappen geeft ons een prima toon. Hoppata, P1 met een 1.6.0. Dankzij Max Verstappen, die daar ons gewoon even slipstream gaf. Russell naar P2, Verstappen dus naar P3. Hamilton naar P4, pakt Charles Leclerc. Dat is inmiddels Sebastian Vettel geworden. En wij pakken dus gewoon met een hele grote voorsprong de pole position. 1,4 seconden naar nummer 2. Dat is George Russell. Gasly naar 7, Hilett naar 8. Dat is alleen maar goed. Nou, we gaan ons dan gewoon opmaken voor de grote prijs van Canada voor carrière aflevering 59. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. If you want flat-out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7-mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot.
It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Sebastian Vettel, and Leclerc, Gasly, Ireland, Norris, and Esteban Ocon, Latifi, Kvyat, Lance Stroll, and Albon, De Vries, Perez, Louis Delatraz, and Antonio Giovinazzi. Matsushita, Grosjean, Magnussen, and Carlos Sainz will start from the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. We moeten gewoon het momentum mee zien te nemen naar deze grote prijs. We starten dus vanaf pole position. Achter ons George Russell. Beide op de medium band. En we gaan voor onze zevende achtereenvolgende overwinning in seizoen 5. Medium, soft, medium, dat is de strategie, maar die kan zomaar veranderen in de wedstrijd. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 59 hier in Canada. Ronde nummer 7 van seizoen 5 gaat beginnen en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan George Russell. Russell leek daar wat sneller weg te komen, maar dat lukte dus helaas niet. En dit is goed gedaan van ons. Russell al gelijk geblokkeerd en we kunnen nu een voorsprong gaan bouwen voor de volgende paar rondes in de wedstrijd. Russell zit op 14e, 13e ongeveer. Paars in sector 1, dat is goed om te zien. Verstappen en Hamilton naar 3 en 4, Vettel naar 5. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd, hoe toevallig is dat? En Russell heeft al een achterstand van 2,9 seconden naar ons. Max Verstappen dringt aan bij George Russell. Dat komt omdat Russell op een oudere band rijdt. En Max dus op een nieuwere en zachtere band. Seconds. They're on fresh mediums. Your pit window will open in 7 laps time. 31 laps to go. 7 ronden. Dan gaat de pitwindow open. Over 7 ronden dus. In ronde nummer 12. We moeten nog 30 racerondes. Dus de race is gewoon hartstikke lang. Maar we doen het tot nu toe hartstikke goed. Het gat naar George Russell is inmiddels 2,8 seconden. Is hij wat aan het verkleinen. En we gaan ronde nummer 6 alweer in. Ziet er daar een klein beetje door. Maar dat is geen probleem. Ronde nummer 7 is het. En Jeff komt met een nieuwe strategie om in ronde nummer 14 naar de softbanden te gaan. En dan, ja, een aantal rondes later naar de mediumband. Dat gaan we dus voorlopig gewoon volgen. Maar het kan zijn dat die strategie gewoon verandert. Want ik heb zelf in gedachten om in ronde nummer 20 onze laatste pitstop te doen. Dus dat we de eerste pitstop eigenlijk overslaan. Wanneer de jongens achter mij al hun eerste pitstop hebben gedaan, dan rijden wij nog vooraan met nog geen pitstops, omdat we lang kunnen doen met de medium band. We zitten in ronde nummer 11 en we verbeteren dat snelste raceronde met een 1-10-6. 13.000ste duiken wij eronder. Russell naar P2. Achterstand bedraagt 6,8 seconden. 6,9 seconden. Dus dat is gewoon groot aan het worden. Latifi rijdt op P3. Maar dat komt omdat er heel veel jongens achter hem al naar binnen zijn geweest. De laatste tijd was een 1.11.1. Verstappen heeft een achterstand van een halve minuut. 30,1 seconden ongeveer. De pitwindow is open om naar de softbanden te gaan. George Russell duikt in ieder geval naar binnen. Voor zijn eerste pitstop van de dag. En naar welke band gaat hij? Ik denk gewoon de softband. Maar wij blijven gewoon buiten. Ja, Russell naar de soft. Ronde nummer 15 en we krijgen al onze eerste blauwe vlag. Dat is volgens mij Romain Grosjean die op een ronde wordt gezet in ronde nummer 15 al. Dus dat is erg vroeg. Achterstand naar Russell bedraagt 23,4 seconden.
Russell is wat aan het verkleinen, want hij rijdt op de softbanden. Ronde nummer 20 is het en we verbeteren onze persoonlijke raceronde naar een 1-10-5. 29.000 sneller en Magnussen is de volgende die op een ronde wordt gezet. Er zijn nog 15 rondes te gaan. Ronde nummer 22 en een aantal jongens zijn naar binnen gedoken, onder andere een Racing Point. En wie zit daar achter mij, dat is ook een Racing Point, dat is volgens mij van Lance Stroll. En volgens rijdt Sergio Perez. De Stroll ook op een ronde gezet. Ronde nummer 23 en Stroll probeert zich te unlappen. We moeten een klein beetje blokkeren, raken daar de Canadees. En we krijgen een waarschuwing. De banden zijn er wel aan. Dat kan ik zien aan dat emmetje. Ongeveer dat bandenlogertje rechtsonder in de hoek. Russell is naar binnen gedoken. We zitten in ronde nummer 24 als Stroll zich weer probeert te unlappen. Maar dat lukt niet, Stroll. En moet zich hier gewonnen geven. Jij gaat jezelf ook niet unlappen. Dat doe je ook gewoon niet. Als je mij eraf kegelt, ja, dan heb je gewoon flinke ruzie. En dat wil je gewoon niet. We zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. En heel veel jongens zijn naar binnen gedoken. Onder andere een Red Bull. Callum Island was dat. Danny Kvyat is naar binnen gedoken. En wordt nu zometeen ook op een ronde gezet door ons. Maar wij moeten nog gewoon naar binnen. Wij moeten nog onze eerste pitstop gaan maken. Zo, dat was Max Verstappen die daar... Dat was gewoon Max Verstappen die daar reed. Of was het een Alfa Tauri? Ik weet het echt niet meer. Iemand rijdt daar langzaam, ik weet niet wie, en pas in ronde nummer 25 duiken wij naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Nou, dat was volgens mij Max Verstappen die wij op een ronde hadden gezet, want voor Kvyat reed Callum Ilott. Hoppa, 2 seconden, goede pitstop en we komen gewoon weer terug als leider de baan op. Dat komt omdat die achterstand naar George Russell zo enorm is. Ja, kijk maar. We hebben gewoon nog 32 seconden voorsprong. Jezus Christus. In diezelfde ronde, in ronde nummer 26, vallen we Matsushita daar aan. Want die wordt op een ronde gezet. Maar Matsushita, die zag ons niet en kneep ons gewoon af. Beetje verdacht wat hier speelt. Maar we zijn gewoon bloedsnel. Rood in sector 1 en 2. En dat is wel paars in sector 3. En we zijn bijna een seconde sneller dan onze beste tijd. Een 1-9-6 laten wij noteren. En Giovinazzi is de volgende die op een ronde wordt gezet. Dan hebben we daar onze landgenoot Nick de Vries. En rijdt daar gewoon tegen die muur aan. Dat is wel heel gek dat hij dat doet. We zitten paars in sector 1 neer. Paars in sector 2 neer. Louis de Letras is de volgende die op een ronde wordt gezet. En gaat hier al aan de kant voor ons. Hij rijdt op P17, onze oude teamgenoot van seizoen 1. Gaat er ook mooi voor aan de kant. En we gaan zo meteen ronde nummer 28 alweer in. We zetten weer de snelste raceronde neer met een 1.88. Gat naar Russell bedraagt 18,2 seconden. Dat is nogal groot. We zitten in ronde nummer 30 van de wedstrijd. Gaan we zo meteen alweer de laatste 4 rondes in. Het is daar geel. In sector 1. Er is iemand uitgevallen of er gaat iemand uitvallen. Dat is een Red Bull. Dat is Alexander Albon. Albon uitgevallen in ronde nummer 31 van de wedstrijd. Hij moet de strijd dus gaan staken hier in Canada. Dat is jammer voor de Britse taai, maar niet voor ons. Want dat boeit ons helemaal niks. Wij moeten ons gaan focussen op onze eigen wedstrijd. En Perez wordt hier dan ook op een ronde gezet door ons in ronde nummer 32. De volgende heet Carlos Sainz. In zijn McLaren. Heel veel jongens voor mij rijden daar gewoon. Gasly naar 4, Hamilton naar 3. Sainz moet aan de kant, gaat ook gelukkig aan de kant. De volgende heet dan Lance Stroll. En die kennen wij van een aantal rondes eerder, toen hij zich wou unlappen van ons.
En Stroll gaat dit keer wel mooi aan de kant. Max Verstappen rijdt op P12. Momentje overstuur door de banden. En dat verprutst onze exit richting Max. Om die ook op een ronde te zetten, dat is toch wel heel bizar. We gaan gewoon Max Verstappen op een ronde zetten. In een eigen team. Want Max rijdt voor Mercedes. Verstappen gaat hier al een andere lijn kiezen. En gaat er dan ook mooi voor aan de kant. De volgende heet dan Danny Kvyat. En daarvoor rijdt dan Callum Ilott. En daarvoor rijdt dan Nicolas Latifi. Die rijdt in de punten voor Williams. Dat doet hij heel goed. Kvyat al gepasseerd. Ilott ook al gepasseerd. Maar ze moeten gewoon aan de kant. Latifi moet hier aan de kant. Dat doet hij niet zo. En we raken Latifi. Dat was mijn fout. Sorry Nicolas. Ik denk ook wel dat je echt moest vertragen. Want ja, je vertraagt gewoon niet. We zitten in ronde nummer 34 als het daar geel is. Er is daar iemand uitgevallen. Dat is een McLaren. Dat is Lando Norris. Die daar stilstaat. Lando Norris uitgevallen. In de grote prijs van Canada. In de ene laatste ronde moet hij de strijd staken. Hier voor ons zien we Sebastian Vettel nog in Ferrari rijden. En hij moet aan de kant. Hij heeft gewoon blauwe vlaggen. Maar hij gaat niet aan de kant. Wat is dit vandaag toch, jongens? Vettel verminderd naar gas. Sorry. Shit, we hebben een DRS-fout. We hebben een DRS-fout. De DRS staat open. De DRS staat open. Een bijzondere fout hier. Een mechanisch probleem. Maar we duiken niet naar binnen. Wel een voordeel is dat we nu gewoon op dit rechte stuk gewoon DRS hebben. Dus we kunnen hard gaan pushen. En we gaan zo meteen de laatste ronde alweer in. Hier in Canada. We zetten een 1.94 neer. De laatste raceronde loopt dus. Het gat naar George Russell is 19,5 seconden. Dat gaat hij niet meer dit rijden. Het is er nog steeds geel vanwege Lando Norris. Zijn auto is nog steeds niet weggehaald. Slecht georganiseerd van de race director in Canada. Dat is Michael Masi. Maar goed. Zijn auto is dus weer weggehaald. Norris zijn auto is weer weggehaald. En we kunnen weer gewoon gaan pushen met een DRS die open staat. Dat is gewoon jammer. Want ja, je hebt gewoon liever dat dat niet gebeurt. Daar komen we dan bij de laatste bocht aan in de grote prijs van Canada. Wij winnen dus onze 7e achtereen voor een overwinning in seizoen 5. Een wereldprestatie dit. En dan gaan ze opmaken voor de grote prijs van Oostenrijk. A truly magnificent drive then, and a great performance from the entire team to secure victory here in Canada. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de grote prijs van Canada. Pakken ook de snelste racepunt. Russell naar P2. Hamilton naar P3. En vanaf Vettel iedereen op een ronde gezet. Niet normaal. Kvyat krijgt een 5 seconden tijdstraf. Gasly naar P4. Dat doet hij heel goed. Leclerc naar 5, Ocon naar 6, Vettel naar 7. 76 punten verschil naar George Russell voor P1 klassement. 125 punten verschil naar Mercedes.
We leiden gewoon beide klassementen. Dat is gewoon hartstikke goed. Ja, en Norris gewoon nog op 3 ronden gezet. Terwijl die al is uitgevallen. Heel gek, heel gek. Ja, het is wel een... Ja, wat eenvoudige klassementen. Waarom? We zijn gewoon dominant bezig. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, ja, beloon dan met een dislike. En vertel me ook waarom je niet hebt genoten. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Oostenrijk.